hier ook iets zien. Wat zien jullie hier? Het water vallen. Realistisch en abstract. Is dit de beste deelgemeente van Rotterdam, Noord? Ja. Waarom? We hebben tegenover ons huis een voetbalveld. En bij hun school staat een voetbalveld met kunstgras. En dat is ook kunst? Ja. Nee. Kunstgras. Gaan we kunst kijken in jullie wijk? Ja. Komt u maar mee met ons. Ik ben Rova. Ik ben 13 jaar en ik vind kunst creatief. Ik ben Lina. Ik ben 7 jaar. Ik vind kunst mooi. Ik ben Samir. Ik ben 11 jaar. Ik ben Milana Buitenkamp. En ik ben 8 jaar. Ik ben Yara. Ik ben 10 jaar. Ik ben Ramzi. Ik word donderdag 9 jaar. Vind je kunst ook nodig? Soms wel, soms niet. Wat zie jij? Nou, ik zie op de muziek graffiti. En is dat kunst? Ja, dat is kunst. Creatief. Ik vind die heel erg lelijk. Als ze meer kleur gebruiken, zoals op treinen, vind ik het wel leuk. Maar dat vind ik niet zo mooi. Nou, dan gaan we naar een volgende kunstwerk kijken. Ja? Ja, kom maar, dames. Wat zien jullie hier? Nou, wij zien robots. Nee. Een schip, een molen, hijskraan. Je ziet een beetje water en ik zie gebouwen of vormen. Vinden jullie dit mooi of niet? Ja, daar ben ik mee eens. Ja. Ja, ik ken wel heel veel mooiere schilderijen, maar ik vind het ook niet lelijk. Dus ik vind het niet mooi, niet lelijk. Ik vind het creatief. Wat zie jij? Twee mensen. En weet je wie het zijn? Nee. Oh ja, Columbus. En geen idee wie die andere is. Ik zie wel de Marokkaanse letters staan. Oh nee, Turks volgens mij. Wat denk jij? Ik weet het niet, maar ik vind ze wel eng. Eng? Dit is Rumi en Erasmus. De brug. Van de brug? Ja, in Zuid. En Rumi was een Iraanse filosoof en een dichter. Ik vind niet dat hij op een goede plek staat. Hij is daar helemaal krap en bijna niemand ziet hem van helemaal achter. We gaan nu die kant op. Nee, we moeten die kant op. Okay. Hé, wat zie jij hier? Ik zie een kruis met de sliepjes. Kruis met rondjes. Is dat kunst? Ja. Nee. Dat is klonk en knap. Klodder en kwak. Het is niet echt kunst. Wat zien jullie hier? Een mooie tafel, een grijze tafel, die is wel mooi. En een flinke boek. Ik denk dat dat iets is voor het serie of verleden tijd in de oorlog. Hier vlakbij en dat er dan een tafel voor is geraakt met hun armen. Dit is een tafel die is door Jeroen Hoogstraten gemaakt. Ja? En alle voornamen die hierin staan, dat zijn van de mensen die hier aan het plein wonen. Oh, dus niet die overlezen? Nee. Harry, Sanne, Mark, Abderrahim, Renia, Mohammed, Solion, Joris, en Margot, en Jeraudi. Ik vind het wel kunst, omdat dit gewoon heel mooi is gemaakt. Dit is net zoals zo'n balding. En dan is dat zo gewoon overgetrokken. Dat vind ik mooi. Dit is een soort van abstract. Maar waarom is deze tafel wel kunst en die bank daar niet? Omdat die van hout is en dit van steen. Het is anders. Ja. Dus dit zie je niet vaak. Een houten bank zie je wel heel vaak. Kan je kunst eigenlijk wel in geld uitdrukken? Nee. Ja. Ja, je kan geld uitdrukken voor kunst. Is kunst veel geld waard? Ja. Ja.
vooral wat van steen is gemaakt. Ja. En hoe duurder het is, hoe beter de kunst? Ja. Ja. Ja, zijn jullie het daarmee eens? Hoe duurder de kunst, hoe beter? Nee. Nee, sommige zijn gewoon meer waard of zo, omdat die eerder dood is gegaan. Of omdat die duurdere verf is gebruikt of zo. Maar, het is, je hebt eigenlijk, iedereen heeft een andere mening over kunst. Dus. Ja, ik vind mijn broer heel erg mooie kunst maken. Maar ik vind Rembrandt hele rare kunst maken. En ik vind de Mona Lisa heel erg mooi. Nee. Mijn broers kunst krijg ik gratis. Is het mooi? Ja. Ik vind het helemaal mooi. Ik ben het helemaal mee eens. Wat vindt u van die tafel hier op het plein? Nou, dat heb ik wel een patiënt gekocht, maar het is wel een ideaal iets, want het is onderhoudsvrij, hè? En dat is natuurlijk, scheelt de gemeente ook een hoop geld. Dat is waar. En dan wordt er heel veel gebruik van gemaakt en er wordt plezierig gebruik van gemaakt, ook op een heleboel manieren. Ook kinderen lopen er wel eens overheen, maar dat hoort er allemaal bij. Staat uw naam er ook op? Mijn naam staat erop, Aad staat erop. Ja. Oké, dan gaan we verder kunst kijken. Huh? Oh, graffiti. Is het mooie graffiti? Ja, ik vind het wel mooier dan die vorige, want dit is ook met meer kleuren en dikker. Ja. Dit is wel mooi, want als het veel kleuren hebt, dan is het heel erg mooi. Wat zie jij? Ik zie bellen van brons en de boom van brons. En de kunstenaars zijn Sylvie Samers en heel de jong Nelis. Een boom en met bellen eraan. Een echte boom? Nee, een ijzeren boom. Met blaadjes, maar dit is een kale boom. Met belletjes. Ik vind het wel goed verzonnen op zich. En vind je spelen leuker dan kunst? Ja. Maar ik vind kunst wel ook leuk om te doen. Hé jongens, niet te ver weggaan! Sorry. Wat is dit? Een doel om te voetballen, denk ik. Ja, gewoon een doel. Een doel om te gaan voetballen! Maar is het kunst dan? Nee. Die man met een heel groot hoofd en een klein lijf. Het lijkt een beetje op een karikatuur. Zijn hoofd is het grootste en zijn lichaam is het kleinst. Weet je wie dit is? Een voetballer. Wie? Wesley Sneijder. Nee. Dirk Kuyt. Hij is voor bij Sparta. Koen? Kampioen. Nee. Koen de Vrij. Is zijn Koen Verweijen van Schaat. Nee. Dit kunstwerk is het muurtje van Koen Molijn. Koen was wel een volksheld. Koen was ook buiten de grenzen van Rotterdam erg populair. Hij heeft in het Nederlands elftal gevoetbald. En Koen Molijn oversteeg de grenzen van Rotterdam. Dat was een nationale held. Gemaakt door Hans Citroen. Hans Citroen! Heeft hij ook een gele hoofd? Is dit kunst? Nee! Het is geen kunst! Dit is vervuiling voor het milieu. Je moet er wel wat doen voor dat het kunst is. Je kan niet meer afval op elkaar gooien. Nee, niet daarin. Zeggen dat het kunst is. Genoeg kunst van vandaag allemaal en een fijne middag. Oké. Dag. Dag, bedankt. Ja, bedankt. Tot ziens.